Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS, bedier voor omhoog. Vandaag ga ik pad met deze meneer, ik kan geen naam noemen, en deze Bearcat. En dat ding is echt super vet en daar gaan we ook zeker lol mee hebben vandaag. Ik heb twee collega's erbij omdat ik het onrealistisch vond dat ik alleen zou zijn als DSI, want we zijn DSI, ja, die speciale interventies. Alleen hun zijn wel gewoon nog de standaard GTA poppetjes, dus vergeef mij daarvoor. Ik hoop het goed te kunnen maken met dit ding. We gaan hem even testen. Ik heb er al mee gecrossed. Ik weet ook niet of hun überhaupt instappen of hoe dat allemaal gaat. Hij valt me in ieder geval op. We zijn dus met z'n drietjes vandaag. Er kan vast nog wel iemand bij, maar ik laat het even bij 3. Citizens reporting an 11351. Units respond code 3. Nee, dat is geen DSI-melding. We gaan eens kijken. Hier staat het sowieso helemaal vast met verkeer. Of zijn ze aan het parkeren? Ik weet het niet. Ah, daar staat een politieagent. Hou het even in de gaten. Of zij niet wat aangevallen of iets. Dan moeten we natuurlijk wel ingrijpen. Ja, en wat doen we hier nou met dat ding? Gaan we nou rondjes rijden of meldingen? Ja, we gaan sowieso meldingen rijden. De ene zal wat meer DSI gerelateerd zijn dan de andere. Maar we houden het zo realistisch mogelijk in dat opzicht dat ik niet meldingen ga pakken zoals dit. Of een inbraak of noem maar op. Maar wel een beetje persoon met een vuurwapen of dat soort dingen allemaal. Ja, die gaan we pakken. Nou, dat is Grapeseed. Ja, dat is altijd jammer. Nee, die gaan we even laten. Maar dat soort meldingen pakken we gewoon. Gezochte personen, mensen met wapens, schietpartijen, noem maar op. 12013, 12010. Ook weer niet. Ja, daar gaan we gewoon in. YOLO. We moeten... Rijdt alsjeblieft prio 1. De vuurdoop moet er zijn. En dat is met deze melding. Iemand probeert een privé vliegtuig te jatten. En de Camaro is super druk met overlast van een vervelende reiziger of zo. Weet ik het. Wij gaan naar prio 1 die kant op. Want jullie horen het, rijden als prio 1. Niet plilo 1. Prio 1. En ik zou maar aan de kant gaan voor dit ding. Als ik de mensen hier was. Want hij is badass hoor. Het voertuig is een Amerikaanse officieel qua... opbouw zeg maar, en de maker daarvan, en de skin is gemaakt door een Nederlander. Zoals je ziet, er staat dus DSI Noord-Nederland op, politie, en het DSI logo op de deuren. Wie het precies heeft gemaakt, ik kan het wel even in beeld laten komen, want de naam, ja, ik heb hem en niet voor me, en het viel mij gelijk al op tijdens het downloaden tot de naam nou niet echt de naam was waarvan ik zeg zo, die kan ik goed uitspreken. Ja, gaat kijken wat hier. Niks aan de hand. Dat ding gaat nog best snel. Ping. Does not have a license. Ja, oké, okay, dat boeit me niks. License als in... Hè? Huh? Het klinkt een beetje alsof ze zeggen hij heeft geen vliegbrevet of zo. Maar ja, dat is niet echt belangrijk. Je hoort gewoon geen vliegtuig te stelen. Dus de melding is eigenlijk, er is iemand op het vliegveld geglipt en die jat nu nog een vliegtuig. Ik weet dat dat ding open gaat, want ik ram hem er gewoon doorheen en dat gaan we dus ook doen, want deze gaat toch wel open. Ja, ik zweer je, ik zet hem er gewoon voor hoor. Zie je wel, aanhouder wint.
Staan blijven, DSI, politie, dat ben ik. Staan blijven. Ik ga echt niet rennen hoor. Oké, die was mis. Met de bearcat erachteraan, boys. Nee, dat lukt natuurlijk nu niet, hè. Moet ik even via deze weg instappen. Oh, hij had een autootje. Hij heeft een autootje gejat. Stap in. Dit gaat helemaal fout. Ja, lekker. Of ja, een autootje. Meer een truck. Komt er een vliegtuig? Nee, mooi. Maar we hebben ook een truck. Is hem dat wel? Nou ja, alleen heeft geen helm op. Oké, jullie kunnen me wat, ik ga dit doen. Waar liggen die spikes? Die worden matig ingespand. Nee, nou oké, dat kan hier blijkbaar niet. Staan blijven. Stoppen. Handen omhoog. Handen omhoog. Ja, lekker man. Met de Glock. Vuurlijnen collega's. Vuurlijnen, let er alsjeblieft op. Ik ga naderen, boys. Jullie houden hem onder schot. Jij bent aangehouden voor diefstal van een privéjet en een karretje. Ja, waarvoor is het eigenlijk? Ja, we moeten dat vliegtuig even laten afslepen. Hallo, met Wim. Ik bedoel iemand van DZ waar jullie de naam niet van mogen weten. Ik bel even voor een vliegtuig wat gestolen is en daar nu aan staat te chillen. Ja, hij doet het nog hoor. Oké, officer, I'll send a crew out there. Dankjewel, Pik. Hoi. Oh. En we gaan, hè? Oh, jullie willen weglopen, hè, boefjes. Ja, dit ding laten we gewoon staan. Het is vast wel iemand die... Nee! Oh my god, hebben ze nou echt gekozen dat hun de transporteenheid worden? Of we, oftewel wij dus. Nee, hier heb ik geen zin in, boys. 12 naar 1, 18. Nee, wat? Ik word aan mijn eigen auto gegooid, gek. Meekomen. En snel een beetje. Hey, 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 hey. Oh my god, zit ik er nou echt naast ook gewoon? Oh nee toch. Nou goed, dan ik zou zeggen, ik zie jullie zo als we terug zijn. Want deze rit, ja, dat gaat nog heel lang duren. Dus ik ga ondertussen maar even mijn WhatsApp checken. Want ik kreeg een paar pingetjes. Tot zo. Nou, ik denk, ik rij even lekker met hem mee. Vervolgens komen hier aan. Ik wachtte. Die spant gewoon de hele auto. Helemaal voor niks. Oké, okay, wij gaan door. X, even kijken. Nou, allemaal niet interessant voor mij. Volgende melding. En X, even kijken. Nee, ook niet. We gaan niet de homeless people attacken met de DSI. En dat is helemaal in de desert. Ze kunnen me wat. Dus we zijn sowieso solo nu. We kijken of we nog wat kunnen. Echt als DSI. Tot zo. D
dispatch to all SWAT units. Dat kreeg mijn aandacht en daar gaan wij natuurlijk ook naartoe. Een stukje rijden, we hebben blauw erop gezet. En we gaan die kant op, ik ga hier gewoon YOLO naar boven. Hoppakee. Ja, met de auto, ik stop niet voor je hoor. Het gaat nog opvallend goed hoe hard ik met dat ding cross en tot ik niks ram. Klop het even af hoor. Veel te goed gaat het, verdacht goed. Normaal met een Touran of met wat dan ook had ik al lang iets geramd. Ik denk toch dat de mensen begrijpen dat ze niet moeten fucken met deze auto en maar aan de kant gaan en niet rare manoeuvres gaan uithalen. Voor de mensen die het niet hadden meegekregen, er is dus een, want ik had het helemaal niet verteld geloof ik, er is een maffia attack gaande. Oh god, we krijgen allemaal mails. Op mijn telefoon binnen. Over het virus wat er nu speelt. Oh ja, nee, die was mis joh. Die was, ja, ik weet trouwens, die hitbox van deze auto, die is wat breder dan de auto zelf. Dus als je ergens zo langs gaat als dit, ja zie je, dan raak je hem, terwijl het dus echt mis was. Oh, hier ben ik al eens geweest op die locatie. Ik mag toch hopen dat het bulletproof is trouwens, hè? Dat weet ik eigenlijk niet. Hola amigos, DSI is ter plaatse. Ja, je kunt me wat, schiet maar wat je wilt. Maar ik pak jullie allemaal de moeder. Kom hier, where you at? Wie moet ik hebben? Oh, ze komen van deze kant! Hola collega's, het is een beetje chaos hier. Veel aan de, daar zo. Oh. Oh. Who is next? En we zal, dat was makkelijk. Oh, we zijn best vaak geraakt ook, zie ik nu. En we hebben het gekleerd. Lekker man, neef. En kijk goed. Allemaal nieuwe wapentjes innemen. Oh, collega gesnuiveld. Hier naar binnen? Sinds wanneer kun je naar binnen hier? Is dit het? Oh, dat is het ook echt. Ik zeg wel sinds wanneer kun je naar binnen, maar ik heb überhaupt nooit gekeken of je naar binnen kunt. Maar ik dacht, dit is een heel casino. Dit is dus het casino, oké. Okay. Weten we dat ook weer. Nou, weet je wat ik ga doen? En ik vind het goed. Dit mag de reguliere politie op gaan ruimen. Daar zijn wij te goed voor als DSC. Knipoog, knipoog. Nee, ik wil clean players close. En dan rijden we weer gewoon auto's alsof er niks gebeurd is hier. Wij zien nu weer spik en span uit en we gaan door naar de volgende melding.
wanted person in Mirror Park. Volgt hier eerst als je... Komt u maar. We gaan die kant op. En het is niet zomaar een wanted person, het is een zeer gevaarlijke verdachte waar dus de DSI ter plaatse moet komen. Oeh, ja. Oh, je rijdt verkeerd, ja, ik rijd gewoon even zo. Ja, overal rode stipjes op de map. Ik weet het, maar ik focus me op de wanted person. Die paal die ging omver, maar ik reed er niet tegenaan. Knap hè? Ik heb het net uitgelegd met de hitbox. Wie, wat en waar wordt er gezocht? Voilà, jij wordt gezocht. Deze is er. Hallo. Ik pak mijn Glock alvast. Meneer, goeiedag. Daisy. Oh, iets dichterbij. Hallo. Hallo agent, kan ik u helpen? Ja, hij bent aangehouden. Ik, weet je het zeker? Hij gaat schieten, ik heb mijn richtknop al vast. Ja, dat weet ik heel zeker. Je moet met mij meekomen blijkbaar. Wait up! Wat is dat het? Omdraaien. Oh, ja, nee, ja, omdraaien. Nou ja, zeg. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ik denk dat elke DSI inzet zo makkelijk ging. Dan hadden we nu, dan kon ik ook wel deze zijn in het echt. Nou ja, ik ga je nog fouilleren. Ik had wel wat meer actie verwacht bij deze. Ja, oh, een zakje wit poeder. Haha, verdacht. Volgende, nee, volgende. Oh ja! Heavily armed gunman. Corre. Oh, ja. Gaat goed. Als ik die taxi was, zou ik toch echt maar aan de kant gaan. Maar nogmaals, ik zei het net al, ik vind het echt opvallend goed gaan hoe ik mij met dit ding door het verkeer manoeuvreer. Heavily armed gunman. Die moet niet te missen zijn. Hopelijk staat hij daar. Oh, hij staat daar. Denk ik, hè. Hallo. Oh, daar loopt hij. Ja, je kunt schieten wat je wilt, maar mij raak je toch niet, vriend. Ik zeg je eerlijk. Als de... Als... Ja, we gaan eerst eens dit stoppen. Volg mij maar. Kom maar achter mij aanlopen. Kom maar achter mij aanlopen. Ik wil de Rijkswaterstaat al weg hebben. Oh, er is al een Vito bij. We gaan hem smoken. Smoken, smoken, smoken. Hoppakee. Oh, shit. Wordt hij gesmoked? Wordt hij gesmoked? Ja. Ja. Wordt hij gesmoked? Hij wordt ziek gesmoked, G. We gaan hem nog gesmoked. Oh, shit. Het doet hem niks. Mij wel, geloof ik. Ja, doen we wel iets. Handen omhoog. Ja. Hij is dood. Oh, nee. Handje. Oké. Okay. We hebben een probleem. Want hij heeft... een ander pakje aan dan ik dacht. Aan je omhoog. Stop, police. Ja, heel goed man.
Eenmaal aanhouding. Oh, nee, ik weet niet zeker. Is je nou... Je bent aangehouden, vriend. Het is hier verdacht stil. Is je nou dood? Leeft hij nog? Ik snap het allemaal niet meer, wat ik wel denk van ik ga je weg. Kan ik hem doodschieten? Nee, ja, hij is al. Ik weet het allemaal niet. We drukken op end, hij is weg. Melding opgelost, iedereen leeft weer. Eind goed, alt goed. Wij gaan door naar. Nee. 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 Dispatch to all SWAT units. Oh, we've got a possible 148 in Grande Sonora Desert. Units respond code 3. Nee. Dispatch ja. Ja, neem deze video niet serieus. We gaan gewoon lekker door van melding naar melding. En we lossen het enigszins op door niet dood te gaan en iedereen te redden die gered moet worden. Oh, dat is een witness. Hallo, u had deze besteld. Hoi. Oh, oké. Okay. Het was iets anders dan ik dacht. Ik zag een man die werd in een zwart, matzwarte Baller 5 met dit nummerplaat getrokken. Deze nummerplaat, het nummerplaat, dat nummer, weet ik veel. Waar rijdt hij nou? Oh shit, hij rijdt hier. Dus hij is hier de snelweg op gegaan. Ik zeg jullie één ding, dit gaat nog wel even duren voordat we die hebben. Want dat voertuig is waarschijnlijk snel en wij zijn nou niet heel snel. Oh shit, ik was niet aan het opletten. Ja shit, hij gaat... Oh ja, nee, ik zag het gebeuren. Nee, ik voelde het gebeuren. Het stuur draaide namelijk redelijk volledig naar links. En daar was ik niet helemaal op bewust. Even tussen die en die vrachtwagen door zien te komen. Nee. Past allemaal perfect. Ja, dat ding is nu al bijna in het noorden. Oh, hij gaat hierheen. Oh, dan kunnen we hem hier afsnijden. Maar snap... ja, snap jullie... Oh shit. Snap jullie nou hoe moeilijk dit in het echt is? In het echt heb je niet een stipje waarmee je de kaart kunt openen en denken van... eens even kijken waar we nu naartoe rijden. In het echt moet je dus echt gewoon... volledig hebben van ANPR camera's en burgernet misschien en heel veel geluk denk ik ook wel een beetje. Oh. Oké, okay, dit gaat fout. Even kijken, hij komt hier zo. Gelukkig kan deze Bearcat heel veel hebben en kunnen we hier doorheen? Nee. Oh shit. En doet hem dit allemaal niks. Als een schade toebrengen. Oh, een paaltje. Ja. Daar staat hij. Oh ja. You got a big problem, my friend. Kom hier. Want je hebt een Bearcat achter je aan zitten. En dat wilde je niet. Er zit nog een slachtoffer in. Handjes omhoog, uitstappen.
Daar ben je nou. Stoppen. Ja, het kijkt goed. Jij bent aangehouden. You ain't never getting out of prison. Hoppakee. Oh, hoppakee. Lekker man. Jij bent zijn broer. Oh nee, ik dacht even dat het precies hetzelfde waren. Jij bent het slachtoffer en jij mag je weg vervolgen. Rustig aan meneertje in dit autopeertje. Wij gaan stoppen. Nee, niet stoppen. Traffic stoppen. Ik vind het veel te leuk, dus we gaan nog één melding doen. Pling. Ta-tu-ta-tu-ta. Meldingen aan. T op end. Meldingen aan, zei ik. We laten ook gewoon blauw aanstaan nu gewoon. Geen idee wat dit is, nee. Units reporting, we've got a grand theft. Oeh, die had ik kunnen aannemen. Dat was een inval geweest in een woning. Wat is dit? Fair Dutch, geen idee. We have a hijacked aircraft in West Vinewood. Oeh, trouwens, hijacked aircraft. Die gaan we eens aannemen. En die zit ergens. Laatste melding van de dag. We hebben een gijzeling op het vliegveld van een vliegtuig. Een vliegtuig wordt niet gegijzeld, maar de mensen in het vliegtuig als het goed is. Normaal als je achteruit gaat, moet je toch de camera... Ah nee, dat heb ik allemaal niet meer. Ik wou net zeggen. Ik heb oude versie van... valt me nu pas op. De oude versie van het stuurscript weer even erin gezet. En bij de nieuwe versie had ik, als je hem in zijn achteruit zette, dat het de camera automatisch achteruit ging. En nu viel het me pas op dat dat niet meer gebeurde. Oh, 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 oh. Ik geloof dat dat vliegtuig al is aan het taxiën. En dus op de landingsbaan of opstuigbaan of de baan staat. Hij gaat ook opstijgen, gek. Denk ik. Oh nee, hij gaat hier gewoon overheen. We doen gewoon hetzelfde principe, alleen deze rijdt wel tegen me aan. We zetten hem er gewoon voor. Oh, hij gaat gas geven. Zo, what the fuck? Wat? Hoe dan? Hoe dan? Ja.
Hier kan ik niet doorheen denk ik. Ik zal er vol tegenaan rammen. Ja, dat gaat dus niet. Dat ding is de water ingegaan. Hij is dus neergestort. Hij gaf ineens full trottel. Nou, hij is dood. Zat er blijkbaar maar eentje in. En mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vergeef mij voor de onserieuzere video. Maar laat mij ook een keer plezier hebben. En ik denk dat jullie er misschien ook wel een klein beetje plezier van hebben gehad. Ik vond het in ieder geval een super vette wagen. En ik hoop dat jullie nogmaals ervan hebben genoten. Ik zet even blauw aan. Ik ga nog even een vette screenshot maken met dit ding. Ons wapentje erbij. En dan zou ik zeggen, ja. Blauw duimpje omhoog en tot de volgende video.